Dag, dames en heren. De eerste weerfoto van vandaag is een prachtig avondrood genomen bij de jarige ja, van brug. Echt een prachtig plaatje. Nou, zondag was een uitstekende dag om Elp uit te trekken. Dat deed William Rijsdijk uit Zwijndrecht ook. Die ging naar de kust toe. Dan was het enige tijd zonnig. Later dreven ook wat wolkenvelden binnen ja, vanaf de Noordzee. Nou, als we kijken naar het wereld voor de komende avond en nacht, is het bewolkt in onze regio. Spat je regen links of rechts, motregen, maar op de meeste plaatsen gewoon droog. Temperaturen zo'n 5 à 6 graden. En de wijd slechts een zwakke tot matige wind. En die komt dan uit het noordwesten. Ja, en dan morgen overdag, de dinsdag, ook bewolking. Nou, in de loop van de dag zou de zon soms even tevoorschijn kunnen komen. Het is nog een beetje onduidelijk of dat echt wel gaat uh, gebeuren. Temperaturen, een graad of 7, 8. Het blijft vrijwel droog. En er staat maar een zwakke tot matige noordenwind. De dagen na morgen blijft het rustig weer. Geleidelijk aan komt ook de zon af en toe tevoorschijn. Temperatuur in eerste instantie dalend naar een graad of 6, later weer oplopend naar een graad of 9. Ja, en dat komt natuurlijk door de wind, die gaat draaien naar het zuiden. En er wordt een zachtere lucht aangevoerd. Overigens wel een paar koude nachten tijdens de opklaring kan de ja, toch wel een misbank gaan ontstaan en zou het ook lokaal een graadje kunnen vriezen, maar voor de rest toch wel op de meeste plaatsen droog. Alhoewel later in de periode de kans op een bui iets lijkt toe te nemen. Nou, ook de volgende weerfoto mag er zeker zijn van Kees Roos uit Oudorp. Prachtig plaatje is het. Ja, u ziet het. Het is hier donker. Ik sta nu aan de verkeerde kant. Maar in ieder geval aan deze kant is het prachtig om te zien. De foto is genomen in de buurt van Stellendam. Maakt u ook mooie weerfoto's? Stuur ze in naar weerfoto.rijmond.nl. Prettige dag nog. Graag tot morgen.